Ja, vorige week zag u de strijd om de algemene eindoverwinning. En weet u dat Frits van Eert zijn eerste grote winst van zijn carrière pakte in Helmond. Vandaag kijken we naar de rest van het deelnemersveld. We weten dat van Eert algemeen en de groep A won. Maar hoe is het in de standaard groep 1-klasse? Daar is het dit jaar een gevecht tussen een aantal jonge rijders. Dirk Garverlink, Melis Verkooyen. Maar ook een aantal mannen die al zoveel jaren meedoen dat ze de ELE-rally als geen ander kennen. Die heren zijn nader te noemen als Evert Bolderij en Henk Vossen. Beide 60 plus, maar waanzinnig snel in de openingsfase. Henk Vossen won de rally 4 maal. Daar komt hij aan met startnummer 12 voor het laatst in 1989. Hij weet als geen ander hoe je het spel van de ELE-rally moet spelen. De eerste twee proeven, Stiphout en Bakel, daar is Vossen verreweg het snelste. Daar speelt hij het spel maximaal. Nou, de eerste proef niet echt vol, maar op Bakel. Met name op het onverharde stuk hadden we de auto speciaal op afgesteld, zodat we daar vol konden gaan. En ja, dan pak je toch 20 kilometer meer op topsnelheid. En nou, dat scheelt dan meteen secondes op het eind. En dus heeft niemand een antwoord op de sterke openingsfase van Henk Vossen. Bolderij op 10 seconden, Nelis Verkooyen na 2 proeven al op 16 seconden. Ga jij de auto hoger zetten voor Bakel? Nee. Want ik begrijp dat Henk dat het trucje was van proef 2. Nou, ik zie het net er niet meer in, dus ik kan het ook op het spoor rijden. In de standaard groep 1 klasse is de Mitsubishi Lancer verreweg het populairste model. Dit is Johan Faas. Hij rijdt in de gloednieuwe Evo 9. Na het gebroken middenvoetsbeentje in de rally van Huls is hij nu volledig hersteld. Martin van Iersel in de gloednieuwe Subaru Impreza. En Anton van Lint was ooit met een Nissan Micra een van de nieuwkomers in de rally sport, maar vindt het spel leuk. En dus kocht hij de oude auto van Erik Moret, een groep N Evo 8. Strakkere lijnen moet je rijden, dus maar het gaat heel goed. Het begint zachtjes aan te passen. Maar ben je sneller dan Dirk? Ik zit er kort op. Dus, maar Dirk een paar foutjes gemaakt. Dus wat dat betreft is dat een beetje een vertekend beeld. Maar Dirk, heb jij foutjes gemaakt? Nee, geen foutjes gemaakt. Nee, dat zegt dan. Eerst proef remde de auto slecht en proef 2 bakels stonden stil achter Jan van der Marels. Een centerdiff zat vast. De auto kon niet vooruit of achteruit, dus moet je even wachten. Henk Vossen leidt na 4 proeven de standaardgroep 1 klasse. Kijk naar de verschillen. Er heeft niemand een serieus antwoord. Komt er dan een antwoord? Nou, dat zal dan moeten komen als we de echte serieuze avondproeven ingaan. Bij Sint-Oederode, Oorschot en de Strijpse Kampen. Het begin van de vroegere nacht van de lange messen van de ELE-rally. Waarin Vossen al snel problemen krijgt met een oliepompje wat weigert tussen diff. En daardoor krijgt Vossen langzaam maar zeker wat problemen. Waardoor de concurrentie ook weer langzaam maar zeker dichterbij kan komen. Dat gaat niet met lange halen, maar dat gaat wel heel langzaam. Dit is het thuisterrein van Nelis Verkooyen, zijn proefje Oorschot. Maar Verkooyen is daar niet het snelste. De rest is sneller op wegjes die Verkooyen werkelijk kan dromen. Maar zoals vorige week ook al gezegd, dit is toch een van de mooiere klassementsproeven van Nederland. Vossen denkt daar ongetwijfeld anders over. Oké, hij zal hem mooi vinden, maar er is tijdverlies. Eerste groep N, maar ik zie wat jonge honden achter je aankomen van ik denk, oeh. Ja, komen er wel aan, ja. Maar we hebben ook een vet probleem. En dan tussendif, dat werkt niet meer, dat sperrt niet meer. Dus ik had eerst klachten dat hij onderstuurde en overstuurde en hij blokkeert met remmen. Nou ja, dat soort dingen gebeuren allemaal. En dan hebben we hem een beetje aangepast aan de rijstijl. Ze hebben de schade enigszins beperkt. We krijgen nu de pomp van Bijvelds. Zo. Kijk, en dat betekent dus dat we straks weer lekker kunnen rijden. Ja, gewoon een beetje pech gehad en fout begonnen. Misschien te wild, denk ik, in het begin. Ja, de avond moet eigenlijk nog beginnen, de donkere proeven. Maar van 2 industrieterrein, ligt je dat? Ja, het is voor iedereen gelijk. Als ik zo de tijden zie vandaag, dan het zit allemaal heel kort bij elkaar. Met 5 groepenhouders. Nou ja, ik kan het niet zeggen. Hoe is het met je voet? Ja, daar voel ik niks meer van. Die is helemaal genezen, Frank. Ja, gelukkig wel. Maar kun je tempo volgen van de snelle groep en mannen? Ja, volgen. Het is een strijd om seconden. Dus het is nog wel volgen, maar het zit allemaal heel kort op elkaar. Johan Faas rijdt geweldige tijden op militair terrein Strijpse Kampen. De snelste groep N-rijder verreweg en sneller dan veel andere groep A-auto's. Dit is een terrein wat Faas absoluut ligt. Proef 11 van de wedstrijd dan. Dirk Garverlink gaat voorbij Henk Vossen. Die blijft problemen houden met dat oliepompje wat geleend is van Bijvelds. Die is vervangen. Maar er blijven problemen en dus is er bij Vossen in de auto wat onrust. En dan kom je op een industrieterrein waar je een rondkoers hebt. Waar het onrustig is en waar Vossen zich uiteindelijk laat verrassen.
Hier geeft hij trouwens perfect zometeen ruimte aan Dirk Boers. Mooi gebaar, maar Vossen even later uit de wedstrijd. Dan leidt Dirk Garveling de groep 1-klasse voor Johan Vaars, die een echt goede zaterdagavond heeft gereden. En Nelis Verkooyen, die maar net met zijn Subaru net niet aan de tijden komt van de Mitsubishi's. Het blijft spannend en close in de groep 1-klasse. To be first, you first have to finish, zeggen ze. Dus we wachten af. En we lopen niet in op het moment, dus hij gaat oerend hard. We proberen die derde plaats en als mogelijk die tweede plaats weer te pakken. Verkooyen strijdt dan nog met Evert Bolderij om plek 3. Bolderij, ook 60+. Die gaat het niet halen. En dus is het leidende drietal in de groep 1-klasse de heren Garveling, Vaas en Verkooyen. Van Limpt 4e, Adrie Moree 5e. En Klaus Bollissen, een Deense gastrijder, wordt 6e.